tussen 10 mei 1940 en de bevrijding van 1944 was eigenlijk maar een beetje een mager aanbod. Ja. En als het dan ergens over ging, dan ging het over de NSB-burgemeester of het ging over de klokken die aan het toren gehoord waren. En wij vonden dat er toch wel iets meer was. Dus wij deden onderzoek in het archief van Oosterhout en we vonden 7000 documenten die daarop betrekking hadden. Ja. Er waren er meer, maar we konden niet met alles iets doen. En een van die documenten zou ons onderzoek eigenlijk een heel onverwachte wending geven. Iets waar we eigenlijk helemaal niet bij stil hadden gestaan. We vonden een document, en dat was een document uit het verblijfsregister van Oosterhout. En daar werden mensen in opgetekend die tijdelijk verbleven in Oosterhout. Het document was gedateerd op 7 november 1944, dus een week na de bevrijding. En op dat document stonden 16 namen van Joodse mensen. En achter die namen stonden 10 adressen uit Oosterhout. Gewoon op Veersweg 29 van de Joodse mensen van die lijsten. Dat waren dan de ouders van Handel en de broertjes Emiel en Charles. Dus ik ging thuis googlen. Emiel en Charles, professor. Leiden, Amsterdam, Amerika. En ik kwam inderdaad op een website van een universiteit waar een foto van een Emiel van Handel met zijn e-mailadres op stond. Ik denk, ja, weer maar. Dus e-mailen. En inderdaad, een week daarna kreeg ik een e-mailtje terug. Van inderdaad, ik heb in Oosterhout ondergedoken gezeten. En hij gaf ons een adres. Waar we... Ja, dat was dus de dochter van Jacques van Dekker, die dus... vader, moeder en twee zonen in huis heeft genomen. Ja. Mevrouw van Dekhoven, de familie van Dekhoven, is eigenlijk de enige in de Oosterhout geweest. Van dit was helemaal niks van bekend, tot nu toe dan. Maar de enige familie die een hele hoge Israëlische onderscheiding heeft gekregen. De rechtvaardig onder het volk. Ja. Ik kan dat woord nooit goed uitspreken. Maar ja. Jan Vashem? Jan Vashem, ik ben er geweest. In Amsterdam? In Israël. Jad Vashem zelf ben ik geweest. Dat is echt heel bijzonder. Ja, dat is en die heeft Jad Vashem onderscheiding gehad. Ja. Zo. Ja. Ja. Want die had misschien uw eigen woorden of niet? Kunt u zich er nog van herinneren inderdaad? Alles. Ja. Herinneren kan ik alles. En we hebben met die... Dus ik ben alleen over. En die uit Florida, precies hetzelfde. En die is nou 84 geworden. 94. Ja. En ik ben volgende week achter, we woonden op dezelfde dag. En dat was heel leuk, we hebben ontzettend veel contact met elkaar. Ja. En we hebben van begin af aan buitengewoon mee een opkomst. Dat is zo apart. Heel anders met familie, we hebben goede familie gehad. Maar deze verhouding, ja, dat kan je niet voelen als je het niet beleefd hebt. Nee, nee. Alles meegemaakt, het mooie, het spannende, al die dingen meer. En het werken. Want 4 mannen bij. Nee. Dat is, en dan zoveel jaren, dus dat was ook... Hoe lang heeft de familie bij je ondergedoken gezeten? Hoe lang hebben ze nou gezeten? 4, 3 jaar? Langer? Ja, nog ruim een jaar, want ze woonden in Rotterdam. Ja. En de huis waren ze kwijt, daar woonden allemaal andere mensen in. Dus ze hebben ze toch nog een jaar bij ons gezeten, voordat ze terug konden. Ja. Ja, ja. Hoe kwam u aan het contact? Ik zal eens vertellen, wij hadden de meubelzaak in de Arendstraat. Ja. En toen kwam de crisisjaren. Er werd niets meer verkocht. 4, 5 man personeel, die moesten allemaal wegkomen. Er was niets meer te doen. En toen zijn wij naar de Veerse Weg gegaan, want dat huis was van mijn opa, van opa van Bekhoven. Maar die heeft er naar de rand ook verkocht. En toen zijn wij daar kostering gaan houden, want mijn vader had ineens geen inkomen meer, alles was weg, en dat is zo gegaan. En zo zijn hun ook bij ons gekomen. Ja, wij kwamen dus enthousiast terug van meneer en mevrouw Verhulst, naar die verhalen naartoe. En wij wilden eigenlijk meer, hè. Dus wij zetten gewoon een paar advertenties in de krant, onderduikadressen gezocht. Nou, dan kregen we nog 4 mensen van die 10 adressen van de lijst, ook weer met bijbehorende verhalen. Oké. Nou, toen zeiden we tegen elkaar van, ja, dat kunnen we eigenlijk niet... laten we vliegen in de tijd, dan moeten we iets mee doen. Komt jij nog? Ja? Heel goed, dankjewel. Ja? Nou, geweldig. Heel erg bedankt. Heel veel waardering voor wat u heeft gedaan. Jezus. Dit krijgt een prominente plaats in
onze gemeentelijke... Er staan gewoon heel veel onbekende zaken. Dat vind ik heel interessant. De ravage bij het gemeentehuis. Ik ben er vaak. Nou, wij vonden het altijd heel erg bijzonder, mevrouw Verhulst, ja. Het contact met u. Ja. Ja, maar het onderwerp natuurlijk. Ja, ja, zoals de vriendschap daar al die dood bij ons en met onze kinderen, is zo apart en gebeurd. En nu nog, de dochter gaat alle dagen om. Ja, meneer Kersenmaker, nou, ja. 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 Die staat al van me. Maar die praat. Oh, dit ga ik beslissen. Ja, dat is zeer bekend. Ja. Maar zou Emiel daar ook interesse in hebben? Dat, ja. Je hoeft het maar te zeggen. Leven van witte tot ja, dat heeft je zeker wel interesse, Emiel. Oh, ja. In dit boek en dit zo. Ja. Heel het. Zeker het ook, hè? Dat klopt hier. Nou ja, gelukkig maar, want daardoor is jullie opgevallen. Ja, als viel het niet op, dan was het misschien. Was eigenlijk een beetje schokkend. Hier wordt het dan alleen aan. Ja, enerzijds wel. Ja, dezelfde die in het paspoort. Dus, hoeveel mensen er in huis waren. Ja. Maar mevrouw Verhulst, dat moest toch een beetje bedekt achter de deur. Ja, ik wou zeggen, dat was... Nee, want ze hadden toch een andere naam. Ik was met zijn eigen keer in Israël. Je woont in Israël. Maar dit is... Je werd toen in Amsterdam toen hij de... Ja, die ontstaan. Ja, kijk.